In Groesbeek is dinsdagmiddag de duurzaamheidswinkel geopend. In de pop-up winkel kunnen inwoners van Groesbeek en omgeving advies inwinnen om hun woning duurzamer en energiezuiniger te maken. Ook wethouder duurzaamheid Erik Weijers was aanwezig. We zijn hier in Groesbeek en dit is de pop-up store die we vandaag geopend hebben. En de pop-up store, in de pop-up store kunnen de inwoners van Bergendal alles te weten komen over verduurzaming van hun woning. Afgelopen week is door de gemeenteraad van Bergendal de duurzaamheidslening beschikbaar gekomen. Dus mensen die kunnen nu ook tegen 1,6% rente een lening afsluiten en duurzaamheidsmaatregelen toepassen op hun woning. En deze winkel, deze shop, daar kunnen ze terecht voor informatie van ja, wat zou ik nou het beste kunnen doen? Wat levert nou welk voordeel op? Het is vandaag weekmarkt in Groesbeek, dus alle bezoekers van de markt krijgen een bon. Er staat een nummer op en achter in de winkel staan 4 kluisjes. En daar zit als ze het winnend nummer hebben, gaat het kluisje open en dan krijgen ze een hele mooie prijs. Dat is een doos met allerhande verduurzamingsmaatregelen die je kunt toepassen in je huis. Je bent een van de eerste bezoekers. Dus ik wil jou van harte feliciteren in deze doos die je in je huis kan gebruiken. Alsjeblieft, even deze kant op en dan.